In Dendermonde heeft Vlaams Belang zijn nieuwjaarsreceptie gehouden. Het was de eerste keer met Tom van Grieken, die enkele maanden geleden Gerolf Annemans opvolgde als voorzitter van de partij. Volgens Tom van Grieken bewijzen de terreuraanslagen van de voorbije weken dat Vlaams Belang het altijd bij het rechte eind heeft gehad over de islam. De fanatici zijn een minderheid, zo zei hij, maar het is die minderheid die de geschiedenis schrijft. En daarom moeten we een lijn trekken. We moeten meer dan ooit onze essentiële normen en waarden durven opleggen. Wij mogen geen toegevingen doen als het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Geen toegevingen doen als het gaat om de aanvaarding van homoseksualiteit in onze samenleving. Wij mogen geen toegevingen doen als het gaat over de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Je kan niet al je tradities, waarden en normen blijven behouden als je hier samen met ons een toekomst wilt uitbouwen. Ons land, onze wetten, onze tradities, accept it. Leave it.